Dan zit je hem iets zachter, dan spraak ik wel iets meer in de microfoon. Mooi. U luistert naar wat een geroezemoes hier op de achtergrond. We zijn hier bezig met de podcast voor ons West-Friesland. Zojuist is het West-Friese sportverkiezing heeft plaatsgevonden in Schouwburg het park. We noteren zondag 13 januari 2019. En tegenover mij zit een eerste gast, maar naast mij zit Michiel Beemster. Yes. Ook een sportief minded persoon volgens mij. Ja, nee, meer een beetje in de podcast. Hè. Ik bedoel, wij maken normaal gesproken onze podcast ADJ de La Koers over wielrennen. Dat doen we samen met de prof Peter Koning. Maar het West-Friese sport gaat me ook nauw aan het hart. Dus ik vind het superleuk dat ik aanwezig ben geweest. Ik vond het een leuke show. En laten we maar beginnen, toch? Ja, zeker. Nou ja, tegenover ons de voorzitter van de jury van de West-Friese sportverkiezing, Jan Burger. Hoe kijk je terug op deze West-Friese sportverkiezing? Ja, ik denk dat het, als ik de laatste jaren in beeld neem, dat het een van onze beste uitzendingen is geweest. Dat verwacht je eigenlijk ook een beetje van een 25-jarig jubileum. Maar je moet het altijd maar afwachten. Er zitten factoren in die je niet van tevoren kunt berekenen. Een van die factoren waar ik mij toch wel aan gestoord heb, zeg ik heel eerlijk, dat de winnares niet aanwezig was. Dat was bekend, maar er lagen afspraken. Ik belde mensen dan altijd wat hun nominatie althans betreft. En er lagen afspraken dat zij door haar vader vertegenwoordigd zou worden. En het over de winnares Nadine Visser. Nadine Visser heb ik het inderdaad over. En ja, voor het publiek is dat natuurlijk een momentopname. Werd goed opgevangen in dit geval door een andere vertegenwoordiger. Maar dat zijn van die dingen die je van tevoren dan niet kunt voorspellen. Je hoopt altijd maar dat iedereen er dan is. En dat ging dit jaar dus gewoon een keer mis. Ja. Maar daar gaan we het over hebben. Als we dan beginnen bij het begin, bij de genomineerden. Kan je in het kort dat proces beschrijven? Ja, het proces dat begint op 15 december. Veel mensen zullen zeggen, ja, 1 januari weer een nieuw jaar. 15 december begint het. En dat hebben we gedaan omdat 13 januari in dit geval dus dan al de presentatie moet zijn. Het vergt de nodige voorbereiding. We beginnen dan met het aanleggen van de lijsten. Die worden wekelijks bijgewerkt. We beginnen dan zo'n beetje juli, augustus. Beginnen we met de eerste bijeenkomst en dan zeggen we, nou, we hebben ongeveer, laat ik een globaal beeld nemen, zo'n 200 tot 220 genomineerden in de diverse klassen. En dan zeggen we, nou, als we die gelukkige omstandigheid althans kennen, we selecteren er voor ons nog 10 per klasse. En die laten we even voorlopig even op de lijst staan. We volgen hun verdere prestaties, vaak ook in de zomermaanden. Die selecteren we dan in oktober tot 5 overgebleven kandidaten. En eind november, begin december, dan zeggen we de definitieve klap. Wie wordt er 1, wie wordt er 2, wie wordt er 3? We nemen niet de kandidaten door dat we zeggen, nou in dit geval Jan Janssen, wat denken jullie daarvan? Nee, iedereen krijgt een briefje. Daarop zet hij of zij zijn vertegenwoordiger. We tellen de punten bij elkaar op en ik stel dus vast in aanwezigheid van de collega's wie dan nummer 1 wordt. Ja, kun je in het kort voor de mensen die niet aanwezig zijn geweest, dat zullen er een heleboel natuurlijk zijn geweest, want hoewel het wel een volle zaal was, wie er allemaal gewonnen heeft vandaag? Ja, als we beginnen bij de aangepaste sporters is Carolien Groot en ook een talent Carolien Groot, het werd ook gezegd in de presentatie, komt uit Andijk, is een aangepaste sporter. Is sinds 2-3 jaar met wielrennen bezig. Heeft een geweldige ontwikkeling. Ik had het zojuist nog eventjes mee met een van de hoofdbestuurders van de KNWU over. Meisje doet het zo verschrikkelijk goed. Is genomineerd vanwege het feit dat zij 2 keer wereldkampioen werd. Olympische Spelen een gouden medaille heeft gehaald. En die stak er op dat punt, stak die er dus bovenuit. En wat is haar beperking? Haar beperking is dat ze haar been niet voor 100, niet voor 80, niet voor 70% kan gebruiken. Dus eigenlijk met een aangepaste prothese rijdt. Ja, dus dat is de aangepaste sporters. Dan gaan we naar de talenten. Was op zich natuurlijk toch ook moeilijk uiteindelijk. We hadden bij de talenten Mike van Vught. Een karting. Nou, ik weet uit ervaring dat karting verschrikkelijk moeilijk is. Want ik ben destijds, en dan praat ik al van een flink aantal jaren terug,
in de gelegenheid geweest om andere Michael Schumacher te verslaan, commentariëren met zijn broer Ralf Schumacher. Ik heb de Europese kampioenschappen karting gedaan, met de jeugd ook toen gezien. Het is verschrikkelijk moeilijk. En als je dan op dat niveau uitkomt, dan ben je toch een van de drie genomineerden die hoog scoort. Is hij ook de jongste genomineerde? Hij was de jongste genomineerde, 14 jaar. Maar ook ooit? Ik durf niet te zeggen ooit. We hebben, om dat te voorkomen, dat iemand heel erg jong is, hebben een leeftijdscategorie ingesteld waarbij de minimumleeftijd 14 jaar is. Dus daar kon hij, viel hij in dat kader in mee. Talenten dus. Het meisje Duchon natuurlijk ook. Een van de geweldenaars. Vindt dat schaken en mee 16 jaar dat een geweldige sport is. Werd een beetje minachtend in het verleden over schaken. Maar je weet het, we hebben al eens een keer ook een winnaar gehad in de categorie van de mannensporters. Die ook winnaar werd, wereldkampioen schaken was geworden. Dus wat dat betreft scoort dat ook. Maar de man die daar bij de talenten uitsprong, dat was toch unaniem nummer 1. Ik bedoel, als je wereldkampioen wordt in het inlineskaten op de 3000 meter, dan waar de concurrentie zo groot is, ook in die schaatsport, dan ben je denk ik een gewezen nummer 1. Dus wat dat betreft werd hij de nummer 1. Ja, dan gaan we naar de sportploeg. Ja, dat was niet moeilijk. Je hebt 3 sportploegen, maar als je dus prestaties behaalt van een Nederlandse titel, je wordt bekerwinnaar in een toch sterk bezette eredivisie, je doet mee aan de Champions League, dan spring je toch met alle waardering voor de andere twee, spring je er bovenuit. Dus wat dat betreft ging Hovo Kubo met die titel strijken. Volgens mij heeft Michiel daar wel een vraag over. Hoe gaat het dan precies? Want kijk, het is natuurlijk de laatste jaar was er al natuurlijk best wel wat discussie landelijk over, omdat het appels met peren vergelijk is. Kijk, een sport als wielrennen, wat internationaal best wel eigenlijk heel moeilijk is, om dat als team ook jezelf dan op de kaart te zetten. Hoe wordt dat dan precies bepaald? Wanneer wielrennen in dat geval de prestaties minder zijn dan zaalvoetbal? Zaalvoetbal toch een relatief voetbal en wat kleinere sport in Nederland. Hoe wordt het met elkaar vergeleken? Ja, die visie van jou deel ik niet, want er wordt heel veel gezaalvoetbald in Nederland. Alleen moet je naar het niveau kijken en dat zie je in het wielrennen ook. Dat niveau in het wielrennen, dan rij je in de topklasse. Hè? West-Friesia was het voorbeeld ervan. Die rijden dus in die topklasse. Daarnaast is de clubcompetitie. Nou, die wordt door 24 ploegen beheerst. En dat zijn, er zijn natuurlijk ook veel meer ploegen op wielrengebied. Maar zaalsporten vergis je daar niet in het zaalvoetbal. Dat er van het laagste niveau af heel veel gezaalvoetbald wordt. En dat speelt natuurlijk toch wel een rol. Nee, maar dat begrijp ik sowieso natuurlijk. Alleen puur als je gaat kijken met het wielrennen. Internationale sport. Een sport die wereldwijd eigenlijk gigantisch goed gevolgd wordt. En op clubniveau is er volgens mij niet echt wat meer haalbaar dan wat West-Friesia op dit moment zou kunnen doen. Ze kunnen natuurlijk alles winnen. Alleen je kan als club geen Tour de France rijden. Je kan als club geen NK winnen, om het zo maar even te zeggen. Maar waar wordt precies die maatstaf dan gemeten? Nee, dat klopt. Er is wel een Nederlands kampioenschap overigens in het wielrennen voor clubteams. Ja. En daar doet West-Friesia ook al mee. Ja, klopt. Ja. Dus daar zijn ze niet bij de eerste 3 geëindigd dit jaar. Maar goed, die titel is daar wel elk jaar voor aanwezig. En dan zijn het wegingsfactoren van ze springen dan wel weer er bovenuit vanuit de sportvereniging om te zeggen ze horen sowieso bij die beste 3. Maar als je dan een zaalvoetbalvereniging Hovo Kubo neemt en je zit dan toch in de Champions League, ondanks dat daar net even tekort gekomen werd om door te stoten, dan denk ik is het natuurlijk wel belangrijk dat ten opzichte van die wielersport, dat je zegt, dat is dan net dat beslissende treetje, Champions League, waarin je de nominaties nummer 1 krijgt. Nee, duidelijk. Laten we misschien voor de volgende iets korter doen, want de volgende winnaar zit alweer klaar. Hij staat al klaar. Dat talent, ja, zeker. Het talent. Op zich, sportvrouw van het jaar was moeilijk, dat verheel ik niet. Het was echt een hele moeilijke keus. Ging tussen Nadine Visser en tussen Irene Schouten. Nou, beide, en dat wegen we dan, beide een derde plaats op een wereldkampioenschap. De ene in de atletiek, in de indoorsport. De andere op het ijs.
Ja, zou je zeggen, maar Irene Schouten heeft toch veel wedstrijden voor de cups ook gewonnen. Ja, dat is zo. Maar als je naar dat niveau krijgt, en dat klinkt misschien heel raar, dan springt ze daar ver bovenuit. En Gina, of Gina, en Lollobrigida daar zit daar nog bij. Maar dan heb je het bijna wel gehad. Dus dan wegen die prestaties ook minder. Als dat je zegt, in een Diamond League haal je de tweede bij de hele wereldtop. Ja. Dus vandaar de factor Nadine Visser. Ja, ja. En dan bij de mannen, ja, Heijner toch een wereldprestatie op wereldniveau. En ook Simon Schouten natuurlijk bijzonder goed. Maar dat zijn net dan de aspecten waarvan je zegt van, dit keer Heijner en volgend jaar is het, zijn er weer andere dingen. Maar de wegingsfactoren, want dat is jouw vraag eigenlijk, die blijven hetzelfde. Ja, nee, we kijken naar Olympisch, wereld, Europees, Nederlands. Precies. En dan komt regionaal. Ja, ik snap dat het voor mensen soms moeilijk is om iets op de juiste manier te wegen. Ja. Een Olympisch brons of een plek op een WK indoor. Ja. Dat in het atletiek natuurlijk ook iets minder is dan een algemeen WK. Het blijft natuurlijk heel lastig. Het is uiteindelijk een jurywaardering. En ik heb er sowieso heel veel respect voor dat gedaan wordt natuurlijk. Want het moet maar gedaan worden. Maar ik snap ook wel dat mensen daar vragen over stellen. En dat mag ook. Nee, maar het is ook heel goed. En het is ook goed dat die concurrentie er blijft. Het moet ook niet zo zijn dat iedereen na afloop zegt van, ja, hadden wij ook allemaal gedacht. Het zal best discussie zijn dat mensen zeggen, nou, wij hadden toch misschien. Maar daarom leg ik de wegingsfactoren hieruit. Hoe wij dat weten. Ja, nee, ja. Ja. De laatste van mij, de sportcoach. Die hebben we niet gehad. De sportcoach, ja. Jean van Altena hadden we. En Sander van Dijk. En dat is dan weer het voordeel. Dat je dus bij een topploeg zit. Hovo Kubo genomineerd. Ja, wat een wegingsfactor is geweest. Houden wij ons bezig met coaches die geschorst zijn. En dat is Sander geweest, laten we er heel eerlijk in zijn. We hebben daarvan gezegd, laten wij buiten beschouwing. Daar is een ander orgaan voor. Wij kijken naar de prestaties op zich. Het grootste gedeelte is hij coach geweest van de ploeg. En daarom is hij ook de winnaar. Ik heb er nog één vraag over. Dat is gewoon puur ook uit mijn wielerinteresse. Dat merkt u ook wel. Waarom is dan bijvoorbeeld een Timo Haakman niet genomineerd? Als ploeg zijn ze wel genomineerd. En bijvoorbeeld een Charles van Altena. Die in principe wel op een hoog niveau traint qua voetbal dan. Maar geen prijzen pakt. Wat is daar de weging dan tussen? Waarom wordt nou, bijvoorbeeld die wegingsfactor is heel makkelijk in de vergelijking die jij geeft. Want West-Friesje heeft geen coach. Er zijn wat jongens die zeggen, nou, wij pakken dat op. Ja, en okay. In tegenstelling met Hollandia, die dus echt een trainer heeft. En in tegenstelling met Hovo Kubo, die een trainer heeft. Kennen we dat in deze discipline helaas niet. Dus meerdere mensen die zich bezighouden. Dus mocht Timo Haakman zich volgend jaar benoemen als trainer slash coach, dan zou hij inderdaad als coach mee gaan draaien. Okay. En is nu nog het visitekaartje van de vereniging. Ja, precies. Ja. Nee, oké, dat is goed om te duidelijk weten. Verhaal. Timo, je moet gewoon een coach worden. Hierbij genoteerd. De voorzitter neemt afscheid. Hoe zit het met de jury? Bezetting ja, de jury nog genoeg heeft voor volgend jaar? We zijn op dit moment met iemand bezig. Met een aansprekende naam ook in de sport. Was vandaag ook aanwezig. En heeft nog niet op mijn verzoek om toe te treden tot de jury. Heeft hij nog niet ja gezegd. Maar ik hoop dat hij het doet. Want dan krijgen we er. En we zoeken natuurlijk toch. We hebben allemaal aftredingsperiodes. Die stelt het bestuur vast. Nou, ik zal dus als ik dat blijf gaan doen. Nog 2 jaar meemaken. En dan zal ik dus ook aftreden. En zo zoeken we ook naar verjonging in de jury. Maar je kunt er weinig mensen voor krijgen, moet ik eerlijk zeggen. Want, ja, toch een aantal mensen die bang zijn voor kritiek. En dat moet maar, jij erbij gaan. Maar je moet ook sportgek zijn. Want als ik u zo hoort praten, welke sport we ook noemen, noemt u een aantal namen. En dat moet je volgens mij, dat is het allerbelangrijkste. Je moet dus heel duidelijk affiniteit met veel sporten met heel hebben. Veel sporten, eigenlijk alle sporten. Ja. Nou, tot slot, 25 jaar West-Friese sportverkiezingen. Heeft u als juryvoorzitter een bepaald hoogtepunt? Nou, elk jaar is opnieuw het hoogtepunt aanwezig natuurlijk. Want je komt tot de top van de sport die de plaatsen gaan innemen bij die drie genomineerden. Elk jaar is het. Maar er zijn natuurlijk uitschieters op het moment dat Esther Schouten eigenlijk de sportvrouw van het jaar werd. Maar ook wist dat ze ziek was, laat ik het zo maar even stellen. Ja, is dat toch iets dat je zegt, dan moet je bij eigenlijk wel een klein traantje bij laten als je dan die huldiging ziet. En dat zijn dus. Ik heb nog één vraag. Ik weet dat het een hele moeilijke vraag is, maar bij 25 jaar West-Friese sportgeschiedenis. Als we dan gehandicapte sporters, sportploegen, vrouwen, mannen, talenten bij elkaar in één grote pot stoppen. Wat is dan in 25 jaar misschien wel de allergrootste West-Friese sporter of sportploeg? De allergrootste.
laatste. Ja. De totaalwinnaar. De totaalwinnaar. Of het nou een man of een vrouw is. Ja, dat... Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Dat snap ik, maar sowieso... Al zouden als, dan... als ik naar het niveau van de sportvrouwen kijk... dan zeg ik, we hebben heel veel sportvrouwen gehad in die loop der jaren. En bij de mannen hebben we wat minder gehad. En komt het steeds op dezelfde neer. Hè? Je kijkt ook, Simon Schouten. Ja, we hebben nu 3 jaar achter elkaar hebben we hier ene Schouten gehad. Ja. En dan zou je zeggen, ja, de 4e keer zou dat natuurlijk mooi geweest zijn. Maar goed, Irene blijft presteren. Dus die komt ook volgend jaar wel weer in de nominatie mee tevoorschijn, denk ik. Maar... met name waar ik het meest door getroffen ben, is de gehandicapten, de aangepaste sporters. Veelal ook omdat ik in de wielerwereld rondloop en ook de prestaties zie op wereldniveau. Jetse Plat onder andere, ja. Woont in een andere provincie. Maar dan zeg ik, ja, dat is mij wel het meest bijgebleven. Die aangepaste sporters, we hebben het filmpje gezien van Geert Schipper. En denk ik, petje af. Ja. Natuurlijk voor al die andere mannen en die jongelingen, geweldig. Maar die aangepaste sporters, dat is bij ons echt een categorie waarvan we zeggen... Heel belangrijk. Perfect. Ja, houden we erin. Nou, hartelijk dank voor deze bijdrage, Jan. Dankjewel, hè. Succes, jongens. De voorzitter van de jury, toch een heel belangrijk onderdeel. En voordat we naar de volgende gasten... Je mag natuurlijk alvast gaan zitten. Even kort, want we hebben het over West-Friese sportverkiezing gehad. Wat vond jij van het gala? Nou, ik vond het een leuk gala. Ik ben een aantal jaren geleden geweest. Toen werd het gepresenteerd door Esther Schouten, volgens mij, of Lopke Beckhout, samen met Ernesto Hoost. Ik denk dat ik dan wel kan zeggen dat ik misschien van de nieuwe generatie ben. Dus ik vind het wel leuk als het flitsend is, als het snel is. Mm-hmm. Het was al een stuk sneller een aantal jaren geleden. Ik vond het einde leuk met mijn zoon. Ik hou ervan. Ik had het alleen in het begin gestopt. En ik denk dat Ronald de Boer gewoon echt een hele leuke rol speelde. Al met al zeker een voldoende. En ik denk dat ze op de juiste weg zijn. De komende jaren moeten ze nu zorgen dat ze het uitbouwen. Ja. Dan over naar een van de winnaars van vandaag. Jordi, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, laten we eerst beginnen met de nominatie. Was dat na jouw prestaties eigenlijk een 1-2'tje? Ja, het is natuurlijk superleuk om genomineerd te worden. Ja, ik op het laatste moment werd ik gebeld. En dat is natuurlijk superleuk dat je voor de 2e keer genomineerd wordt. Dat is een kroon op je werk. En als je dan hier wint, ja, dat is nog veel mooier. En ben ik zeer dankbaar voor. Echt heel mooi. Kan je de luisteraars dan meenemen? Hoe sta je dan op het podium? Ja, je staat gewoon op het podium en denk van, nou, ja, het is gewoon een goede prestatie geweest dit jaar. Maar die anderen hebben ook natuurlijk een hele goede prestatie neergezet. Dus ja, het is gewoon spannend en als je dan wint, dat is heel erg leuk en kroon op je werk, zeker weten. Maar we zien je volgens mij nog heel veel keren de komende jaren, want je gaf zelf al aan dat je doelstelling 2022 is, dus de Olympische Spelen. Ja, zeker weten. Dus we zeker kunnen volgens weten. Mij nog heel veel keren jou straks kronen tot sportman van het jaar. Ja, misschien wel. Als het misschien zo doorgaat, dan kan je misschien nog vaker zien. Maar ja, het moet altijd nog gebeuren. Hè. Het gaat heel erg goed en ik hoop dat het nog een stijgende lijn door kan gaan. Zo. Ja, want wat zijn een beetje dan je doelstellingen voor de komende periode? Ik bedoel, je bent nu dan West-Friese sporttalent geworden. Maar qua puur het algemene sport, wat wil je bereiken in de komende jaar? Wat staat er op de plan? Ik ben nu met skileren word ik senior. En met schaatsen ben ik eerstejaars junior. Dus nu dit jaar wil ik me proberen te plaatsen voor de junior wereldkampioenschappen met schaatsen en ja, in de komende jaren, als ik bij de senioren bij het schaatsen kom, dan ja, wil ik wel proberen bij een goede ploeg te komen en zo de stap te maken naar de echte top en ja, te concurreren met de echte grote mannen. Dat is toch wel mijn grote doel, om daar goede prestaties neer te gaan zetten. Ja. En heb je dan bijvoorbeeld wel, want we hebben de andere schaatscracks ook alweer, het marathonschaatsen, dus dat is familie Schout, heb je daar wel eens contact mee om wat te sparren of nou ja, ik ken Irene Schouten wel goed, maar ik ga toch wel echt mijn eigen weg hoor. Het is wel, je sowieso voor topsport, schaatsen, dat is wel echt je eigen weg uitstippelen en zo langzaam naar de top gaan. Dat is ook wel een beetje mijn ding geweest de afgelopen tijd, dat ik echt mijn eigen doel uitstippel en zo ook wel echt aan de top ben gekomen tot nu toe. Zo gaat het misschien. Ik ben nu met schaats wel echt in een team terechtgekomen waar ik echt technisch en qua prestaties een stuk hoger ben gekomen. Als het zo doorgaat, dan het ziet er goed uit. Maar ja, het moet altijd nog gebeuren. Ja, nee, natuurlijk. Ja. Natuurlijk. En als je dan skileren en schaatsen met elkaar vergelijkt, is dat moeilijk om daar een keuze tussen te maken? Of heb je wel duidelijk voor jezelf een voorkeur?
Nou, het is allebei heel erg leuk, want skileren, dat blijft zo, het geeft je allebei weer een drive. Van als je weer klaar bent met schaatsen, dan is het weer, nou weet je, kunnen we weer lekker de zomer in, kunnen we weer lekker gaan skileren. Ja. En zo is het aan het einde van de zomer ook weer van, nou weet je, het is wel weer mooi geweest, we gaan weer schaatsen. En zo is het vanaf het begin eigenlijk wel gegaan. En ja, dat houdt mij wel gaande. Als ik het hele jaar zou moeten skileren, of het hele, dat zou mij niet, dan was ik misschien al wel gestopt. Maar ja, precies. Maar als je dan in deze regio, West-Friesland natuurlijk, met inlineskaten heb je natuurlijk met Radboud een hele mooie baan. Dat moet je maar net hebben dan. Ja, zeker weten. Als jij ergens, nou in Limburg heb je dan Hezen, dat is dan weer iets heel goeds geloof ik. Mm-hmm. Als jij in Zeeland had gewoond. Ja, daar zijn niet zoveel banen. Het is meer geworden. Er zijn wel heel veel asfalt 400 meter banen of zo, maar die pistes. Die ook Werven-Zoof ligt nu, dat is toch wel, daar worden de grote wedstrijden op georganiseerd. Ik woon nu in Heerenveen, daar ligt er ook eentje. Daarvoor ben ik eigenlijk naar Heerenveen gegaan om en een ijsbaan, een skielenbaan, een mooie omgeving, krachthal, een school, wat allemaal bij elkaar op fietsafstand is. Maar nu hier in West-Friesland komt het ook aardig op peil, ja, met al die dingen. En ja, dat is wel heel erg mooi. En natuurlijk mooie internationale wedstrijden die naar Medeblik komen. Ja, nu Nederlands kampioenschap. Dat is ook weer een grote stap. In 2010 was hij al in Medeblik. En nu ook Werven-Zoof Medeblik. Toen mocht ik nog niet meedoen in 2010. Maar nu mag ik eigenlijk toch concurreren. En nu bij de senioren. Dat is wel heel erg mooi. Maar je woont in Heerenveen. Ja. Betekent dat je nu helemaal ook vol gaat voor je sportcarrière? School staat misschien nu wel iets op een laag pitje. Ik ben wel heel erg sportgericht. Het gaat heel erg goed en ik ben wel 24 uur per dag bezig het hele jaar om echt die superprestaties neer te zetten. En soms even vakantie tussendoor. Maar ja, het gaat toch wel nu wel de goede kant op. En ik vind het nog steeds leuk. En zo, dat houdt mij ook drijvende, weet je. Als je goede prestaties neerzet, je vindt het leuk, de trainingen. Ik vind het gewoon mooi om te doen. En, Je doet het ook uit passie. En volgens mij, we zagen net een filmpje in de zaal. We hadden wat verschillende filmpjes bij elkaar, achter elkaar geplakt. Ja. En je kwam daar steeds winnend over de finish. En het was steeds fantastisch om te zien. Als je wint, dat is toch weer een grote prestatie voor jezelf. En als je als eerste over de finish komt, dat is heel erg mooi, weet je. Winnen is altijd, dat geeft een kick. En elke winst is er eentje. En dat geeft me ook gewoon motivatie om weer die volgende winst te pakken. Ja. Met schaatsen is dat misschien anders. Als je een tijdrit rijdt, dan kom je over de finish. En dan is het van, ja, weet je, nou, ik heb de snelste tijd gereden. Maar met skileren kom je dan over de finish. Echt als eerste. En dan kan je juichen. Ja, soms komt er allemaal veel emotie uit, hoor. Dat je hard voor gewerkt hebt, dat er een lange geschiedenis is naar dat wedstrijdje. En dan komt er wel iets uit. En aan wie zou jij je willen spiegelen? Het hoeft niet een held van je te zijn, maar wie heb jij als voorbeeld? Is dat dan de Broers Mulder? Of is dat dan een andere schaatser? Of een andere... Ja, ook. De Broers Mulder, ja zeker. Die maken die combinatie. Die hebben hun toch wel waargemaakt dat kan. En ik vind zo'n Bart Swings en een Pieter Michael, die nu toch ook wel allebei die switch maken. Die marathon schaatsen, skileren, lange baan schaats. Dat is heel erg mooi om te zien. En dat wil ik ook wel blijven doen. Zo. Ja. Want het sluit zich wel mooi op elkaar aan. In de zomer kan je weer beter worden. Stappen maken. En in de winter kan je dan weer laten zien van, ja, weet je, nou, ik ben weer beter geworden. Ik kan toch wel weer die harde tijdritten neerzetten. Mijn techniek is beter geworden. Nou, je hebt er in ieder geval twee fans bij. We gaan je zeker volgen, man. Ja, is goed. Bedankt. Nee, ik heb nog een aanvullende vraag. Want je bent nu talent van het jaar. Brengt dat nog jou iets? Heb je daar iets mee? Kan je daar iets mee naar sponsors, naar publiciteit? Ik ga zeker een mooi stukje schrijven op Instagram of op Facebook. Dat ik talent van het jaar ben. Want dat is toch wel... Het is het kroon op je werk van 2018. Dus mijn mooiste jaar ooit geworden. En zeker weten. Dat is waar, hoor. Dat klopt. Ja, want als sporter ben je natuurlijk een sporter. Maar je moet ook voor mij steeds meer een merk worden. Ja, het begint nu langzaam toch echt wel een dagelijkse bezigheid te worden. En vroeger was het gewoon als bijdingetje van, ja, nou, ik ga lekker schaatsen. Maar nu is het toch wel elke dag ik moet weer trainen. En nu gaat weer
twee keer per dag. Of ja, weet je, het is, je bent er toch wel elke dag mee bezig. En dat is, ja, misschien kan ik er straks mijn werk van maken. Dat zou kunnen, maar ja, dat is nog niet zo en we gaan het zien. Ik vind het in ieder geval leuk. En, dat is het allerbelangrijkste. Ja, zeker. Ja. Het is, net wat Michiel al zei, we gaan je gewoon volgen. En wie weet zitten we hier volgend jaar weer. Ja, bedankt. En, met een nieuwe titel. Ik hoop het, ja. Nou, heel veel succes. Hartelijk dank. Bedankt. Dankjewel. Fijne dag. Kunnen wij de plaatsen gaan fruilen voor... Is goed? Ja, ja. Voor de volgende gast. Van het bevroren water naar het zwemwater. Ja, joh. Van een paar jaar terug. Praat goed in de microfoon. Ja, kijk zo. Zo beter. En volgens mij werd je ook geïntroduceerd als de totaalwinnaar bij de vrouwen. Ja, ik zag het een aantal keren voorbij komen, ja. Ik ben degene die het meeste aantal keren heeft gewonnen de afgelopen 25 jaar. Ja, dat is toch wel heel bijzonder, toch? Dat is heel bijzonder, ja. Ja. Ik had het zelf niet bijgehouden, maar zij wel. Ja, dit is het West-Fries sportverkiezingen en 25 jaar. Ja. Hoeveel van die jaren heb jij daarvan meegemaakt? Ik denk al vanaf de allereerste keer, vanaf 94. Het was nog geen West-Fries, maar Hans, mijn man, toen vriend wel. Ja. En hij was in 95, waar heeft hij gewonnen. Toen was ik er ook bij. En eigenlijk daarna, vanaf 97, 98, als sporter zelf. Toen kwam elke keer top sportvrouwen, Edith van Dijk. Ja. En hoe kan je natuurlijk is het een mega verschil met de landelijk, maar je bent ook landelijk sportvrouw geweest en regionaal. Kan je dat wegen? Nou, kijk, landelijk is gewoon veel groter natuurlijk dan regionaal. Dat is gewoon logisch, doen veel meer sporten mee. En aangezien Nederland best een goed sportland is, heb je ook veel meer concurrentie landelijk dan regionaal. Maar onderschat niet hoe goed West-Friese zijn. Er zijn best wel veel goede sporters, ieder jaar weer, die uit West-Friesland komen, die hele goede resultaten bereiken. En sommige kan je al jaren zien aankomen, zoals Nadine Visser, die was ook talent geweest. Vere Koedoder is ook talent geweest en die worden dan nu, of later, ook gewoon sportvrouw van het jaar. Maar het is heel belangrijk ook voor sporters, als ze in het begin van hun carrière zijn, of ook als ze wat beter zijn, om in je regio ook erkenning te krijgen. En daar is een regionale sportverkiezing heel erg goed voor. En natuurlijk is een landelijk is dat nog streep hoger, maar ja, dat is logisch. Ja, want erkenning maakt dan dat je meer kan, dat je meer support krijgt, dat je... Nou, het is fijn dat je waardering krijgt voor wat je doet, dat je gezien wordt. En daarnaast krijg je daardoor ook meer bekendheid, waardoor je ook makkelijker trainingsuren voor elkaar krijgt bijvoorbeeld, maar ook sponsoren kan krijgen. En ja, dat helpt allemaal weer mee, zodat je weer een trapje verder kan komen in je zoektocht naar dat ultieme wedstrijd. Ja. En je ontmoet ook andere mensen, andere sporters, waardoor je daar ook weer contacten mee krijgt, waardoor je daar ook weer ervaringen mee opdoet, van hun ervaring kan leren en ook weer energie krijgt van hun. Ja, en dat zal ook wel elkaar natuurlijk motiveren. Als jij op een gegeven moment een titel pakt, al is het sporttalent van het jaar. Ja. Dat betekent ook weer dat je kan laten zien, oké, ik ben op een bepaalde weg. Het wordt gewaardeerd. Iedereen is met jou bezig. Op die manier is dat ook natuurlijk goed dat je daar ook de waardering voor krijgt. Want niet alle sporten zal het krijgen natuurlijk. Nee, en toen ik begon was open water zwemmen eigenlijk heel klein. Ja. Niemand kende het eigenlijk. De insiders wel, maar voor de rest niet. En dat is in de loop der jaren toch wel heel anders geworden. Nu is het een van de grootst groeiende sporten in Nederland. Eigenlijk wereldwijd ook. Je hebt wat teweeg gebracht. Ja. Nou, niet alleen ik, maar je merkt het wel. Onder andere. Het is begin van de jaar. Ik heb nog aan de... ik deed er net niet mee, maar meegemaakt dat de eerste wereldkampioenschap gedaan werd in 1991. En nu is het Olympisch. Ja. Dus dat is een hele lange weg geweest. En daarvoor waren er ook enorm goede Nederlandse openwaterzwemmers. Maar die kregen ook eigenlijk niet de waardering die ze eigenlijk wel verdienden vanwege hoe goed ze waren in hun sport. En ja, dat is nu anders. En daardoor is zo'n regionale verkiezing ook heel fijn. Want ook kleinere sporten komen dan juist meer in, naar voren. Ja. Wat je landelijk wat minder hebt. Maar dat moet je wel volgens mij echt super trots maken. Dat je nu bijvoorbeeld zo'n Ferry Weertman en Jeroen van Rouwendaal. Ja. Dat die allemaal in het verlengde van wat jij ooit hebt neergezet. Ja. Die prestatie is. Maar ook die landelijke erkenning ook krijgen. En als je bijvoorbeeld ziet wat er in Hoorn gebeurt. Is toch Hoorn predikt de open waterzwemstad van Nederland te zijn. Ja. En dat is natuurlijk super mooi om te zien dat nu dan allemaal kan. Ja, en het is ook heel mooi. Je ziet, ik heb die ontwikkeling helemaal meegemaakt van het begin tot nu. En ik vind het gewoon zo gaaf dat er nog steeds goede Nederlandse zwemmers zijn die graag het open water in willen. Omdat ze zien dat daar ook wat
te halen. Ja, dat ze daar ook de Olympische Spelen of de wereldtop in kunnen halen. Ja. Heel vaak in mijn, toen ik jong was, was het zo van, nou, open water zwemmen, dat doe je, maar dan kan je toch niet goed genoeg zwemmen. Maar dat is niet zo. Nee. Het is een ander tak van sport. Het is niet hetzelfde als dat je zegt dat een marathonloper niet goed kan hardlopen, want hij kan de 100 meter niet. Ja, dat is toch anders. Ja. Het is een hele andere sport. Ja, en dat hebben ze, en ja, dat is in de afgelopen 20 jaar wel heel veranderd in het open water. Het open water is echt een volwaardige tak van sport geworden. Ja. En met elke sport heb je natuurlijk topsporters, maar je hebt ook recreantenniveau. Ja. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja. Hoe is het recreantenniveau, het open water zwemmen? Dat is er. Wat je merkt is dat er heel veel mensen open water gaan zwemmen. De city swims zijn enorm aan het groeien. Daardoor krijg ik steeds meer zwemmers die wedstrijden gaan zwemmen. En je ziet ook langzamerhand dat het niveau weer een stuk omhoog gaat. Het is een hele tijd niet hoog geweest met een paar uitschieters. Charon, Ferry, Marcel Schouten. Weet je, dat waren een paar uitschieters. En nu zie je dat er steeds meer weer zwemmers vanuit het open water komen. Die ook inderdaad naar de nationale of zelfs de Europese top gaan. En het doel is natuurlijk wereldtop. Ja. En dat is mooi om te zien. En ja, dat heeft echt een tijdje stilgelegen. Ben je dan ook dan extra blij dat bijvoorbeeld de Ironman West-Friesland naar onder andere Hoorn komt, waardoor ook een waterelement in zit? Ja, want dat is juist mooi. De Ironman is natuurlijk anders dan open water, dan echt marathon zwemmen, open water zwemmen. 1,3 kilometer? Ja, het is 3,8 maar als je een echte marathon doet. Maar. Echte Ironman doet is 3,8. Maar het is goed, zodat mensen ook kunnen zien, het open water, weet je, daar wordt echt in gevochten. En op een positieve manier wordt erin gevochten om te zorgen dat je de overkant haalt, dat je als eerste uit het water komt. Of dat mensen gewoon blij zijn dat ze er binnen het uur binnen zijn. Dat is echt een sport. En daardoor is zo'n Ironman geeft ook weer extra boost aan het open water zwemmen. En aan sport in het algemeen, vind ik. Ja, zeker. Ja. Weet je nog wanneer jij voor het eerst hier op het podium stond en hoe toen het sportgala eruit zag? Als we weer even een beetje gaan terugblikken. Nou, ik denk dat in 98 was. Denk ik zomaar. Was het toen in Wognum of was het nog? Het was ik weet niet meer waar het was. Ik ben hier een paar keer geweest, dat weet ik wel. En ik weet ook wel in een andere zaal. Wat ik me goed kan herinneren, dat 2003 was dat. Dat is begin maart 2003, dat weet ik nog. Kijk. En ik kan me dat nog wel voor de geest halen hoe dat eruit zag, maar ik weet niet meer waar dat precies was. Ja. Nee. Nee, dat dacht ik natuurlijk. Maar we zitten natuurlijk in 25 jaar West-Friese sportverkiezingen. Dus je gaat ook soms af en toe een beetje terugblikken. Ja. De talenten voor de toekomst. We hebben er net eentje gehad. En straks zal Michiel Martens van Talent United ook aanschuiven. Ja. Wat wil jij hun meegeven? Blijf plezier houden. Zorg dat wat je doet, doe dat goed. En blijf plezier houden in wat voor sport je ook doet. Zonder plezier red je het niet. En heus, niet alle trainingen zijn leuk. Dat is gewoon zo. Niet alle weken zijn leuk. Want als je keihard moet trainen, heb je ook weken erbij zitten van gadverdamme. Dat hoort. Maar overal blijf plezier houden in de sport die je doet. Ja. En dan kom je er wel. Ja. En bedenk ook, doen willen is niet hetzelfde als zeggen willen. Dat is een mooie. Zeggen willen is wat anders dan doen willen. Ja. Kijk. Die gaan we onthouden. Ja, ja, zeker. Nee, die moeten we op het tegeltje zetten. Ja. De sportcarrière is geweest. Waar ben je nu vooral mee bezig? Ik heb een eigen kinderdagverblijf, kinderopvang, in Wognum. Daar ben ik mee bezig. En ik geef zwemtraining bij ZVA. Het zwemmen blijft er toch wel een beetje zitten. Zwemmen blijft wel een beetje trekken, ja. En kunnen we nog een aantal talenten verwachten de komende jaren? Ik heb er wel een paar gezien. En bij ZVA ook. En landelijk in het open water zie je er wel, komen er echt een paar aan. Die na Sharon en na Ferry weer de stok kunnen overnemen. Okay. Ja. Zeker weten. Dat is goed om te horen. Ja. Nou ja, toch goed dat de talenten van de toekomst er ook zijn. Nou, Edith, hartelijk dank voor jouw aanwezigheid hier in deze podcast van Ons West-Friesland. En dank ook voor jouw sportcarrière. Ja, nee, graag gedaan. Want zonder sport is natuurlijk geen West-Friese sportverkiezing. Nee, dat is waar. Ja. Ja, maar bedankt ook voor alle jaren onze steun. Nou, voor alle sporters. Zeker, heel belangrijk. Nou ja, en als we het over steun, talenten en ondersteuning gaan hebben, dan is dat de volgende gast. Michiel Martens. Ja, het is een timing, hè? Heel goed. Edith, hartelijk dank en nog een prettige dag en veel succes. Ja, dankjewel. Jullie ook nog. Ja. Dan gaan wij de stoel vrijmaken en dan kan Michiel Martens van Talent United aanschuiven. Dicht bij de microfoon, dan ben je het beste te horen en te beluisteren.
Volgens mij voor jou achteraf gezien wel een verrassende dag geworden zo. Ja, klopt. Het liep niet helemaal zoals ik, zoals mij verteld was. Laten we beginnen bij het begin. Wat was jou verteld voor deze dag? Nou, ik was natuurlijk gevraagd om de prijs uit te reiken voor talent van het jaar. Dat wist ik. En we hadden samen nagedacht over een leuke presentatie van Talent United. Dus ik was natuurlijk druk bezig met het regelen van de trampoline en zorgen dat alle talenten aanwezig waren. Ja, dat stukje dat ging volgens plan. Ja. Ja, en toen kwam de verrassing. En dat was? Ja, de nou... Prijs van verdienst. Prijs van verdienst, ja. Hoe zit het eigenlijk? Ja. Prijs van verdienst. Prijs van verdienst. Die mooie druppel die je hebt gehad. Ja. Als erkenning voor al het werk wat jij zet in de talenten. Nou ja, volgens mij kregen we hem als stichting en hebben we hem gekregen voor hetgeen we met het hele team natuurlijk aan het doen zijn. En ja, natuurlijk super, super gaaf om dat te krijgen. Ook nog eens van Ernesto die actief betrokken is bij hetgeen we doen. Ja. Dus een mooi moment. Had je ooit verwacht ooit nog een sportprijs te kunnen ontvangen? Nee. Dat, die had ik niet zien aankomen. Ik denk, nou, dan sta ik dat toch nog met mijn prijs. Je gaat er even af van de bucketlist, sportprijs. Ja. Kan je misschien in een paar regels omschrijven wat Talent United is? Nou, Talent United is een stichting in het leven geroepen om jonge toptalenten te steunen in hun weg naar de top. En we kwamen in contact met een aantal jonge talenten waarvan we merkten dat ze eigenlijk allemaal tegen dezelfde uitdagingen aanliepen. Geld, maar dat geld is nodig voor allerlei expertise extern die ze in huis willen halen naast hun eigen sport. Dus Bas Takker was een van de eerste. Nou ja, een zwemtrainer had hij, maar alle randvoorwaarden, krachttraining, sportpsycholoog, sportfysio, dat hele... Dat was een zoektocht van bij wie moet ik dan zijn en het liefst dicht in de buurt, want die jongens en meiden hebben het super druk. Ja. En toen dachten we, ja, die zoekt dat en kunnen we dat niet bundelen, kunnen we niet één team neerzetten waar al die jonge talenten dan gebruik van kunnen maken. Het scheelt een hoop tijd en we helpen ze ermee. Ja, en dan is het ook extra mooi dat nu een Bas Takker weer genomineerd is. 2 wereldrecords op zijn naam. Ja, super gaaf. Als je ziet wat een ontwikkeling die jongen heeft doorgemaakt, dat is niet normaal. En hij is ook, we hebben het laatst aangekondigd, hij stapt uit het team van Talent United. En hij is, hij heeft ons niet meer nodig. Nou ja, dat is natuurlijk super gaaf, dat je iemand kan begeleiden in een bepaalde fase van zijn sportcarrière. En dat ze vervolgens klaar zijn voor het grote werk. En dat ze zeggen, oké, dankjewel en nu gaan we door. Ja, heel bijzonder. Want dan heb je het over de organisatieschil, je hebt het bestuur, maar er zit ook een heel team omheen, begreep ik. Ja, dus we hebben denk ik een team van ongeveer 15 mensen die allemaal bepaalde kennis in huis hebben waarmee ze zo'n talent kunnen ondersteunen. En dat gaat alle kanten op. En daarnaast hebben we ook nog een aantal sportscholen die meewerken waar de talenten mogen krachttrainen. Gratis, die stellen een locatie beschikbaar, dat is een locatiepartner. Ja, zo hebben we toch wel een heel compleet team op de been in een paar jaar. Ja. Heb je nog bepaalde doelstellingen met Talent United? We willen elk jaar weer een stapje beter, een stapje groter. We hebben sowieso nog financiële middelen nodig om de dingen te bekostigen. Al die begeleiding kost voor een deel geld. En hoe meer geld we hebben, hoe meer talenten we kunnen begeleiden. Op dit moment moeten we daar toch nog een keuze in maken. Kunnen we ze niet allemaal de begeleiding geven die ze nodig hebben? Daarvoor organiseren we dan weer crowdfundingsacties, training. Zodat ze zelf dat geld bij elkaar kunnen verdienen. Waarmee ze dan weer hun begeleiding kunnen inkopen. Ja. Ja, het zou natuurlijk gaaf zijn als het over een paar jaar er gewoon echt een soort West-Fries topsport expertisecentrum staat met behulp van ons. Kijk, je ziet nu dat in de gemeente Medemblik hebben ze al Team Medemblik met een topsportbeleid. Ja, het zou natuurlijk ontzettend gaaf zijn als dat door alle 7 gemeentes gedragen gaat worden. Dat je een soort West-Fries topsportbeleid gaat krijgen. Ja, maar Team Medemblik zit wel een verschil in. Dat is de bestaande topsport. En Talent United zit echt aan de onderkant van de talenten. Ja, Team Medemblik heeft ook natuurlijk wel een tak talentontwikkeling. En wij werken samen met ze. Ja. En het zou mooi zijn als dat wat breder getrokken wordt. Want natuurlijk heeft elke gemeente afzonderlijke talenten. Maar ja, ik denk dat elke gemeente voor zich is
net te klein. En ik denk juist door, nou ja, weet je, in West-Friesland wordt er gewoon heel goed samengewerkt. Daar is deze sportverkiezing ook één van. Daar werken ook alle gemeentes aan mee. En het is natuurlijk mooi als je zegt, oké, West-Friesland, topsportklimaat, er worden al grapjes gemaakt over waar komt al dat talent hier uit de regio vandaan. Het is echt heel bijzonder hoe ontzettend veel talent hier rondloopt. En ik denk dat we daar gewoon veel meer uit kunnen halen nog met z'n allen. En wat ik vind het sowieso, het concept en het hele project vind ik echt geweldig. Kan je me uitleggen, want Ernesto zei het al, het is allemaal liefdewerk aan papier. Nou, dat vind ik het wat dat betreft, natuurlijk is ook sommige mensen ook logisch dat het niet altijd voor geld hoeft. Maar wat is je persoonlijke motivatie erachter? Ja, ik heb een liefde voor sport. Ik ben een docent lichamelijke opvoeding. Ik heb sportmarketing gestudeerd aan de Johan Cruijff University. Nog een master in coaching daar gedaan. Alleen werktechnisch doe ik daar weinig tot niets mee. En dit is gewoon ontstaan uit een idee. Ik zet dus een uit de hand gelopen sponsorsamenwerking. Maar wat je wel ziet is dat... Ja, in deze stichting en hoe op deze manier de stichting in de markt aan het zetten zijn, bekend aan het maken zijn, maar ook de jonge talenten vooral aan het helpen zijn. Daar komt een hoop in samen. En ik denk dat daar voor mij gewoon, ik haal er gewoon heel veel voldoening uit. Ja. Ik krijg heel veel energie van. Het is gewoon heel leuk om met al die mensen aan zoiets gaafs te werken. Ja, mooi. En kan je dan ook bijvoorbeeld nog echt benoemen van wat mis je nou nog? Wat heb je nou nog echt nodig? Wat zou nog mooi zijn als bijvoorbeeld een bedrijf of iemand met een bepaalde... eigenschappen zou kunnen toevoegen, kan je dat benoemen of is dat nog niet heel duidelijk? Nou, we vragen elk jaar aan onze talenten, missen jullie nog iets of iemand in ons team? Nou, ze hebben laatst weer contact gelegd met een sportmasseur. Het zit hem vooral in de verbreding. Je ziet nu, de meeste mensen doen het vrijwillig of die doen het erbij. En het kost in ieder geval heel veel tijd. En wat je dan ziet is dat waar nu onze talenten gaan naar één sportpsycholoog. Op het moment dat we straks 20 talenten hebben die daar naartoe moeten, dan wordt het weer niet behapbaar voor zo iemand. Dus daar, weet je, je zoekt gewoon continu meer mensen die ook hetzelfde willen en kunnen doen. En daarbij natuurlijk ook weer de oproep aan het bedrijfsleven. Er werd een cheque uitgereikt aan Stichting Leergeld. Top. €20.000, ja, daar kunnen wij een paar jaar mee verder. Dan denk ik, heel gaaf. Maar wij hebben ingezet op een heel breed netwerk. Dus we vragen maar €100. Maar we willen gewoon dat, bij wijze van spreken, alle bedrijven in West-Friesland zeggen, hey, we doen een klein beetje. We sponsoren breed sport, dat moeten ze ook vooral blijven doen, want daar wordt de basis gelegd. Maar doe nou een heel klein stukje aan de topsport. De topsport is de top. En het is maar een heel klein percentage. Als elk bedrijf wat sponsort in de sport ook een heel klein stukje meedoet met Talent United, nou, dan gaan we vliegen met z'n allen. Ja, echt een fantastisch concept en nogmaals mijn complimenten. Ja. Echt leuk. Dankjewel. Als laatste, wie is het talent of wie zijn de talenten voor de komende jaren? Oei, ja. Allemaal natuurlijk. Ja, je ziet het, weet je, wij... Kill your darling. Nee. Mike die stond op het podium naast mij. Ik mocht hem mijn laatste prijs niet uitreiken. Maar die zat al bij ons niet in. Wij moeten nog keuze maken. Hij zat niet in ons core team als het ware. Pippa van Iersel, die kitesurf, die zag ik niet op de lijst staan van sportvrouw van het jaar. Die is derde van de wereld geworden. Stond op de shortlist van het talent. Op talenten? Oké. Ja. Nou, ze is nu 19, dus ik zat bij de verkeerde lijst te spieken. Ik zag het ook al. Weet je, Ramona Westerhuis, die begeleiden we. Die was vorig jaar, heeft ze meerdere nationale titels binnengesleept. En weet je, die is net 16. Er zit ontzettend veel talent aan te komen. Voldoende potentie in de kweekvijver. Ja, inderdaad. Als wij die schifting moeten maken, dan we hebben als eerste baas geld. Je moet regionale top met de potentie om nationaal en internationale top te halen. Nou, dat criterium regionaal kan je laten vallen. Want bijna alle aanmeldingen zitten al gewoon echt nationale top, internationaal doen ze mee. Ja. Dat is bizar. Ja. Ja. Nou, heel mooi verhaal en heel veel succes. Dank jullie wel. Het gaat goed komen. En tot zover deze podcast van ons West-Friesland live na afloop van de West-Friese sportverkiezingen 2019 over het sportjaar 2018. Michiel Beems, hartelijk dank voor jouw aanwezigheid, jouw gastrol en jouw vragen aan de sporters. En volg ons West-Friesland op Facebook en kijk op onsfriesland.nl voor nieuw nieuws, dagelijks nieuws uit West-Friesland en ook een nieuwe podcast die we blijven opnemen. We wensen u nog een mooie dag.